Mensen, we zijn hier vandaag met de Division Rivals en Field Champion. Ik ben weer... goud 1 geëindigd. Ik ook. Nee, helemaal niet. Helemaal, je bent tand toe slecht. GEPRAAT! Gewoon een tweede op pack, dan willen de kijkers zien. De kijkers willen zien. Dit is slecht, hè. Dat is 4,35 kpx. Maar nee. Ik heb daar een keer 3 walkouts uit. 2,35 kpx. Welke divisie zit jij dan? 6 of zo. Koude. 4! 4? Oh, maar dan is 4 slechter dan 5. Wat zijn die andere packs? Zijn dat 50 kpx? Nee, dat zijn 15 kpx. Ja, die zijn f***ing slecht. Ja, f***ing slecht, broer. 4 15 kpx, die is niet heel goed, nee. Ik heb 4 15 kpx, 1. Nee, die had je al, Oh, ik dacht volgens mij. Ja, dat kan niet al. Maar waarom heb ik dit als gratis pack? Hoe kom ik daar? Oké, laten we maar beginnen met deze. Ik begin met de eerste. Ik verwacht dat ik ooit levelen over FIFA zou zeggen. Levelen? Je levelt? We levelen niet. We levelen wel. Oh, dit is goed, dit is duidelijk heel goed. Een walkout. Slecht. Mensen, hebben jullie al een duimpje omhoog achtergelaten? Jezus. Ja, dit is echt zo diep. Let's be honest. Bro, ik ga volgende week ga ik wel even geen weekly doen. Ja, hij gaat Division Rivals gaat hij doen, mensen. Ik ga Squad Battles. Boer, waarom krijg ik 15 kpx in Divisie 4? Weet je wat ik zag in je vorige video? Nou. Waarom heeft Koen in godsnaam 5 euro op zijn schouder in de intro? Ja. Was die 5 euro die lag gedaan? Ik weet het niet. Maar hij is helemaal nat. Heb je daar je dinges mee afgeveegd? Je reed dat je zo rijk bent. Ja. We kunnen net zo goed deze pack skippen. Ja, maar heb je zo je best gedaan voor rank 3? Ja, ja. Dus ik ben hoger geëindigd. Nee, weer niet. Jawel, de Sissoko! Okay. Gabriel Jesus! 2K! Nee, 22. Oké. Okay. Hey, maar straks krijgen we de goud 1 packs en dan krijgen we 200k. Mallebabbe. En Mallebabbe. Ja. Nee, is niks. Zeker niks. Ik vind die linker wel een goede speler, maar die daarnaast, die niet. Ja. Kom op dan. Dit wordt hem. I feel it. Geen één uit mijn Division Rival Pack. Maar die zijn slecht deze week of zo. Ja, ja, maar die andere, dat wordt echt... Waarschijnlijk komen er echt dikke, knallende Doucouré. Nou, die zou ik even meepikken. Er komen echt knallende SBC's deze week. Dus hooggereden spelers, hou ze in je club, mensen. Ze gaan ziek veel waard zijn. Ronaldo SBC, Jesus Navas SBC, die is al geweest. Thomas Müller SBC, die is ook al geweest. Player of the Month. Jean-Paul, die heb ik ook al. Jongens, het wordt tijd voor de big ones. Nu wordt het leuk, ja. Zeg dat je eerst een maand moest spelen en toen kreeg je pas je untradeable Royals. Dit is echt veel beter, dit. Aan de andere kant, je ziet nu dat je echt een weekend hebt gespeeld. Ik neem dit er even uit. Oh, wat? Kalo slecht. Weer de eerste man. Doe eens links nu, oké? Oké, is goed. Warm worden? Mallebabbe is links buiten, dus de linkse. Mallebabbe. Nee, het is geen Mallebabbe. Zelfs. Zelfs. Wil je Pulisic? Ja, doe maar Pulisic. Wat is er nog? Je hebt Fabinho? Ja, niks. Alleen Mallebabbe is goed. Ja, maar ja, als je hem krijgt... Mallebabbe. Oh, Fabinho! Oh, Fabinho! Lekker hoor. Die ga je zeker niet gebruiken. Nee, maar ja, hij is wel gewoon slecht. Wel gewoon prima kaart. Ja, alleen is net maar... te traag. Ja, maar nu moet je Shadow maar ja, op doen. Met Hunter heeft hij 180p. 200k, ik ben er klaar voor. Okay, dat is ook alles goed. Jij bent de eerste. Kom op. Rechts, dan doe jij de linker voor Mbappé. Okay? Ja, is goed. Maar kom op, geef me een walkout, man. Kom op. Ja, maar we krijgen weer Kroos of zo. Nee. Ja, dat is goed. Voorbij zijn gezicht is opgelicht. Het is niet van Boren, maar dat is niet heel bijzonder. Ja, ja. Even ja, volle ja, ja. 84! Geen Brazilië. Wie is het Duits? Nee. Bellarabi. Oh, what the fuck? Dit is niet goed, hè, dit. Oh mijn god, nee! Dit is niet helemaal goed. Deed ik dit? Nee, ik, man. Toch hier zo. Hij heeft een nieuw gameface. Welke 84 inform zijn er? Best wel wat waarschijnlijk nog, hè. Ja, Fabinho. Bonucci, nog een walkout. Lekker. Alexander Arnold is ook nog wat waard, toch? Maar ik vind het jammer dat we deze hebben, want ik had liever Bonucci gehad als eerste. Dat was echt leuk geweest, gewoon. Ja, dat is toch leuk? Nee. Hey, dit is lekker, man. Dat is best prima. Die is 8k. Ja, ik bewaar wel, zoals handig. Ja, voor SBC's. Ben je klaar voor? Dan komt die. Kom op, Koen. Gun jezelf een walkout. Net zoals dat Mattie deed. Dit moet een walkout zijn, toch? Kom op. Want hij zegt, hij ligt op. Zijn ligt op, het is in ieder geval op borden. Ja, kom op. Normale walkout. Nee! Immobile. Wat een poep. Die Italianen wil je gewoon niet. 86. Die is gewoon gedownkeerd. Hoor je dat geluid nu? Dan hoor je zo. Nee, ik hoor het niet. Nee, okay. Ik kom geluid ook uit. Oh, dit is ook zo slecht weer. Dit is zo slecht. Zo typisch slecht. Dit is echt 5k. Rode. Zullen we doen het richting rode, alsof je Mbappé hebt geplayerpikt? Ja, Mbappé! 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 Ja! Ja! Yes! Hij is gewoon yes! Mbappé! Yes! Oh mijn god! Holy shit, roel! Mallebabbe! Dan van die trouwens. Dat is oprecht nice hoor. Ja, die is 45k. Ik vind het nog steeds bizar dat het om 80 reden dat waar kan zijn. Gewoon een uitstekende pack opening achter. Nou, ik heb wel gewoon een rustige 200k eruit gehaald. Dat is gewoon prima. Dan haal ik even zo'n artichok. Oh, besef hè. Koen heeft dus 2 paar earpods. Deze zijn de noise cancellation helemaal live. Wow, ik ben Koen en ik heb tant hoeveel geld. Ik heb net gehoord hoe duur ze zijn. Bizar ook. En dan wil ik deze van hem overkopen. Zeg ja, hoeveel moet je hebben? Dus ik trek zo'n briefje van 500 uit mijn portemonnee. Nee, ik verkoop niks.
Ik verkoop die niet. Oké, mensen. Zo, wat ga je hier dan mee doen? Mensen, als we op deze video 10.000 likes halen, dan krijg je Rob die orders van mij. Krijg ik ze? Ja, dan krijgen ze. Bro, als jullie niet liken, jongen, ik kom jullie allemaal opzoeken. Zo, daar zijn we dan, want er zijn dan een speciale pakketten zijn er tegen mij. Zit hier naast de pack-koning. Welkom, Rob. Oh, dat ben jij. Ja. Zit hier naast de pack-koning. Wacht, zou ik even doen, dan hoeft jouw editor het niet met geluidseffect doen. Als ik gewoon zeg, Nick, ik ben er hurt. Dat is gewoon goed. Wat, ik ga even iets pakken voor jou, Rob. Mag ik kijken of niet? Nee, doe je ogen maar dicht. Oké, maar ik moet niet daar, ik zie jou nu. Oeh, dat was scheet. Oeh, het gaat hier sowieso stinken nu. Oeh, dat was er nog één. Rob, wil je deze niet opdoen? Is de final muts? Oh nee! Peaky Blinders muts. Door jou ben ik het gaan kijken ook, hè? Nou mensen, we zijn dus eindelijk met een nieuwe video voor Make-A-Wish. Make-A-Wish. Eerste pack. Dit wordt hem. Jezus, wat een shelbe. Kakzooi. Zeg hoe lang het duurde? Hey! Oh! Ga je nou nog meer debiele dingen geven? Doe dat nou niet. Kijk, stel mijn packen nu iets goeds en we komen op allemaal... Oh! Oh! Nee! Pekkoning, Messi! Nee, Hazard, nee. Links buiten! Nee! Zullen we die discarden? Vertongen! Maak hem af. Nee, dit nummer ken ik niet. Voor de mensen die geen idee hebben waarop, naar welke chick Rob het over heeft, deze. Oh! Kom maar! Ah! Bijna einde van de video. Oh, Informbi. Informbi. Moest wel slecht zijn. Ja, dat kan niet anders. Asermi! Nee! Boef! Nee, Sirigu. Boef. Ja, is Tina Torino? 15.000 likes en Rob doet zijn haar zo. Ja. Nee. Nee. Oh man, deze man is 100. Easy. De packkoning heeft hem aangeklikt. Snel. Mag ik Mona Lisa, ben je sure? Ja, dan weer erop. Dan te kijken, dat weet ik ook niet. Heb je weer porno aangezet? Dat is echt niet leuk gewoon. Het is ook zo kut dat heel mijn geschiedenis vol staat met porno. Terwijl ik zelf nog één keer op die computer ooit porno heb gekeken. Wel op andere dingen. En de derde. Hey Steven, zomaar. Oké, daar komt hij dan. Wow, ik ben echt excited. Ik ben zo excited, boer. Nee, dat is echt tandoe slecht. Oh! Afblijven! Afblijven! Blijf maar herpelen! Politie! Een beetje volkomen. Nee! Wel! Nee! Gina mij straks al zo rondlopen door de serie. Dat ze van, oh, wie is die guy met die earpods? Kan hij die zelf niet pegen ofzo? En dan heeft hij nog dit mutje. Ja, dat is wel hut, ik heb op jouw camera lijkt echt of ik een hele verse opscherm heb. Het valt er gewoon mee. Oh, come on! Nee! Oh, Maris. Is dat goed? Nee, doe ik niet. Is Maris goed? Dat doe ik niet. Zie jij ook hem? Hoe is hij nog vettig? Hé! Hey. Is dat niks waar? Waarom zijn club? Waarom? Moet die huts is. Oké! Weer een kabelbocht. Oh mijn god, yes, back! Wat is de hoofdstad van Noord-Holland? Haarlem, bedoel. Wat is de hoofdstad van Overijssel? Dat wist jij vorige keer ook niet. De hoofdstad van Overijssel. Arnhem. Wat is hij een sukkel? Ik zei Arnhem. Wat is de hoofdstad van Brabant? Dat moet Eindhoven worden. Ik wil een petitie. Eindhoven als headquarters van Brabant, broer. Eindje gramma. Wilt u alsjeblieft van mijn microfoon afblijven? Komt ie! Bro, dit is echt zo tandtoeslecht. Nou zijn we ook 15, ja. Ik heb een verhaal. Gisteren, ik zit op de bank aan mijn mat voetbal te kijken. Ik krijg een DM van OC toe. Geen grap. Hij zegt, yo bro. Ik zeg, yo man. Waarom kan je altijd zo raar praten als je het over OC toe hebt? Omdat hij praat zo. Oké, hij stuurt me een DM. Yo bro. Ja, hele rare stem. Heel gek. Toen zei ik, yo man. Jij praat wel. Hij zei van, can you please promote this video? Heb je niet gedaan? Nee. Waarom niet? Maat, hij heeft jou groot gemaakt. Dat was zo'n chick. Is dat zijn vriendin? Hij is dit link. You in love, bro, stuur ik terug. Hij lacht. My girlfriend, bro. Waarom zou ik dit promoten? Mensen, gaan allemaal naar deze video. Ik zal een link in de beschrijving zetten. En laat alsjeblieft een comment achter waarom OC2 de beste speler van de wereld is. Ja, komt-ie! Dalglish. Oh, Robinson. Oh, what the fuck? Bro, en een euro. Easy. Oké, mag ik naar huis? Ja! Yes! Ja! Yes! En hij is blauw! Nederlands? Oh! Wijnaldum! Een walkout! Is die walkout? Ah. 84! Ja! Yes! Rob, dankjewel voor het meenemen. En 10.000 likes, je weet het. 10.000 likes en dan kan ik deze meenemen. Ja, 10.57. Oh. Ik heb net zijn normale kaart gepakt. Die was 7.8. Wat slaat dat dan op? Om even een biertje op. Even nababbelen. Naborrelen. Is goed. Doei. K.
Kijk ook mijn kanaal, waar we ook deze packs over. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt de dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel in.